Welkom in deze instructiedemo waarin we gaan tonen hoe snel we van een kaart in ArcGIS Pro een ArcGIS app kunnen gaan opstellen. Dus we gaan een kaart maken in ArcGIS Pro die gaan publiceren op onze ArcGIS Online of op de poort. Vervolgens gaan we een app deze kaart laten aanspreken om zo op het terrein te kunnen gaan werken met de kaart die we hier gemaakt hebben. We beginnen heel simpel, gewoon met een lege kaart in ArcGIS Pro. We geven ons project een naam. Onze use case vandaag is een controle op zeldzame plantensoorten die we op het terrein willen gaan loggen. Voilà, we maken ons project aan. Dan komen we in ArcGIS Pro terecht met een lege kaart. We hebben nog geen feature classes, dus ook die moeten we gaan aanmaken en dat is dan stap 1. Onze kaart is er, dus hier bij databases kunnen we nu gaan kijken naar de plantensoorten geodatabase die we zo net aangemaakt hebben. Door simpelweg rechts te klikken kunnen we een nieuwe feature class gaan aanmaken en dan hiermee gaan werken. Dat gaat een puntenlaag worden. We kunnen ook een veld gaan toevoegen. We willen bijvoorbeeld later in onze app een beschrijving toevoegen van de plantensoorten die we gelogd hebben. Dus hier kunnen we dan een veld beschrijving gaan toevoegen. Ziezo. Dat is klaar, onze feature-klas wordt aangemaakt en zal ze meteen zichtbaar worden in onze geodatabase. En dan kunnen we simpelweg onze nieuwe feature-klas gaan slepen op de kaart en er dan mee aan de slag gaan. Dus hier staat ze in, ik schuif ze op de kaart. Zo. En dan zien we links onze plantensoorten verschijnen. Meer is er in dit stadium niet nodig. Dit volstaat om onze kaart te gaan publiceren naar, in mijn geval, ArcGIS Online. Dus we gaan naar Share en dan hier kiezen we voor een weblayer. Hier rechts kunnen we dan allerlei gegevens gaan invullen. Zo, zeker zien dat we alle verplichte velden mee hebben. Het wordt een feature layer inderdaad. Hier krijg ik nog enkele opties om te delen met wie ik ze wil delen. Of we gaan ze algemeen openbaar zetten. Bij configuratie heel belangrijk, gaan we aanduiden wat onze feature layer allemaal moet kunnen. In dit geval moeten mensen op het terrein de mogelijkheid hebben om te gaan editeren, synchroniseren en data te exporteren. Dus we gaan alles aanduiden hier. En dan kunnen we gaan analyseren of er problemen zijn met de laag die we zo net hebben aangemaakt. Indien er geen fouten aangegeven worden van deze aard, dan is onze kaart klaar om gepubliceerd te worden. Ik duw op publish. Wat ArcGIS Pro nu gaat doen, is eigenlijk de kaart importeren in ArcGIS Online of naar onze poorten. Daarvoor moet ik naar het web gaan. Hier meld ik mij dus aan op ArcGIS Online en dan kom ik in mijn eigen online kaartomgeving terecht. Wat me nu interesseert is dus de content en hier gaat dan de kaart verschijnen die we zo net hebben aangemaakt. Onze plantensoorten feature layer staat hier dus bovenaan. Dat is de meest recent toegevoegde kaart van het ArcGIS Pro naar ArcGIS Online. En hier gaan we nu mee werken. Als we deze feature layer open doen, gaan we hier eerst aanduiden dat er bijlagen mogen toegevoegd worden aan deze kaart. Dat gaat hier door Enable Attachments. Dat geeft ons de mogelijkheid om later een foto toe te voegen of een foto te nemen en die rechtstreeks mee te sturen met de gelogde punten op het terrein. Gaan we deze kaart een keer open doen in de Map Viewer, dan kunnen we onze feature layer zien uiteraard en ook de symbologie gaan aanpassen. Zoals we nu te zien krijgen, gaat het gewoon uit een punt bestaan voorlopig. We willen dat iets mooier maken binnen het thema plantensoorten, dus we gaan kiezen voor een andere symbologie. Een voorbeeldje daarvan is hier te vinden als we mooi een plantje gaan selecteren op deze manier. Voilà, en dat iets groter maken. Dan kunnen we daarmee aan de slag. We hebben nog geen punten toegevoegd, dus we zien voorlopig een kaart van de ganse wereld. Maar we weten op voorhand al dat ons onderzoek zich in België gaat afspelen. Dus we gaan even de extent van de kaart veranderen naar het Belgisch grondgebied. Zo, ik ben nu ingezoomd op het Belgisch grondgebied, dus eigenlijk de basiskaart die we gaan krijgen wanneer we de app open doen. Dan is dit beeld dat tevoorschijn gaat komen. We slagen de kaart op.
En als we nu teruggaan naar onze content, dan zien we hier dus niet alleen de feature layer, maar ook de webmap. En dit is de kaart waarmee we gaan werken. Nu, ik zelf ben de persoon die de kaart heeft gemaakt, maar ik ben niet dezelfde persoon als degene die op terrein gaat. Daarvoor hebben we mobiele werkers, dus we moeten ervoor zorgen dat de andere medewerkers, mobiele werkers in dit geval, deze kaart kunnen aanspreken. Dat kunnen we oplossen bijvoorbeeld door het gebruik van groepen. In ArcGIS Online en in de portal is het mogelijk om groepen te maken. En in die groepen kunnen we dan mensen uitnodigen om te gaan werken met de kaarten die we hierin gedeeld hebben. In dit geval maken we dus een nieuwe groep. Die noemen we terreinwerk plantensoorten. En we vullen de verplichte velden opnieuw in. Zo. Hier kunnen we aanduiden wie er welke bevoegdheden krijgt in deze groep. Dus ik wil dat enkel groepsleden deze groep kunnen zien. Maar die mogen wel alle items gaan bewerken. Onze groep is nu gemaakt. Het is nog leeg voorlopig. Er staat nog geen inhoud in. En er kunnen nog geen mensen de inhoud raadplegen. Dus we gaan mensen moeten gaan uitnodigen. Zoals ik zei, we hebben mobiele werkers om deze taak op zich te nemen. We zullen hier nummer 1 nemen en ik stuur een uitnodiging naar Mobile Worker 1. Het laatste wat we moeten doen is dus onze kaart hierin toevoegen. Als ik even terug ga naar content en ik selecteer onze webmap van de plantensoorten, dan kunnen we daar gaan kiezen om de kaart te delen. Share. Komt dan de groep die ik zo net heb aangemaakt, terreinwerk plantensoorten. Daar komt onze kaart in terecht. Ik moet gaan uitloggen hier, want het verhaal van de mobiele werker begint hier. Dus ik sign out. En dan ga ik mezelf inloggen als mobiele werker 1, de persoon dus waar de kaart mee gedeeld werd. We zien hier dat mobiele werker nummer 1 een melding krijgt. Hij is toegevoegd aan terreinwerk plantensoorten. We gaan de uitnodigingen kijken en dan deze accepteren, zodat we kunnen werken met de gedeelde kaart van daarnet. Voilà, terreinwerk plantensoorten. Ik ben uitgenodigd voor de groep en ik zie de inhoud die zo net aangemaakt werd en gedeeld werd met deze groep. Dit volstaat voor de mobiele werker nummer 1 om deze kaart te kunnen aanspreken in de applicatie. In dit geval gaan we kiezen voor de collector voor ArcGIS. Dat is deze. En dan zie ik hier onze nieuwe groep plantensoorten terechtgekomen. Als we die openen, dan kunnen we punten gaan aanmaken op het terrein. Dus wat u hier ziet, is hetzelfde als u zou zien op het terrein, op een iPad, op een smartphone. Dat is allemaal gelijkaardig. Je kan kiezen bijvoorbeeld om de basiskaart te gaan wijzigen naar een satellietbeeld, om makkelijker te werken hiermee. En die brengt ons automatisch naar waar we ons momenteel bevinden. In mijn geval ons kantoor van Sigis in Zaventem. Maar moest u dus op het terrein zijn met deze applicatie, dan ziet u automatisch de locatie waar u zich bevindt. Ik ga een nieuw punt aanmaken hier. Ik heb bijvoorbeeld een zeldzame plantensoort gespot op deze locatie. Laat ons zeggen, een Helleborus niger. Daar heb ik een afbeelding van. Die wil ik gaan toevoegen. En op deze manier wordt eigenlijk de volledige inhoud, dus de locatie van het punt, onze beschrijving en de foto, verzonden naar de online kaart die we ze net hebben aangemaakt. Opnieuw is deze kaart dan zichtbaar in ArcGIS Online en zou er opnieuw online als in op ArcGIS Desktop kunnen gewerkt worden. Dus op deze enkele minuten tijd hebben we eigenlijk vanaf nul begonnen in ArcGIS Pro. We hebben een kaart aangemaakt, ze gedeeld via ArcGIS Online. Daar hebben we ze opnieuw gedeeld met een andere medewerker in een groep. Deze medewerker heeft in die groep de kaart kunnen aanspreken, gaat op terrein en heeft een eerste punt kunnen loggen. Dit om aan te tonen hoe eenvoudig het eigenlijk is om een applicatie van ArcGIS op te zetten. De collector voor ArcGIS zit automatisch en gratis mee in een licentie van ArcGIS Desktop en uiteraard ook voor de enterprise gebruikers in de portal. Het is volledig kosteloos. Wat nodig is om op het terrein te gaan is een named user. Deze named user die kan punten gaan aanmaken
en als volgt dus met de applicaties actief te werk gaan op het terrein. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.